Zaterdag 30 november was het dan eindelijk weer zover. Sinterklaas kwam aan in Deventer. Er stonden natuurlijk veel kinderen vol spanning te wachten op de komst van de Sint. Ook waren alle Zwarte Pieten aanwezig en die maakten er alvast een vrolijke boel van. Vind je het spannend dat Sinterklaas straks weer in Deventer aankomt? Ja. Waarom vind je dat zo spannend? Omdat hij allemaal cadeautjes krijgt. Heb je al wat gekregen van de Sint? Ja. Wat dan? Zwaar wielerband. Mooi hè? Veel te vroeg. En wat een grote boot ook. Een hele grote boot zeg. Wat verdorie. Jongen. Wat is hem echt? Zou we toch even nog een keer goed kijken? Hij lijkt er wel. Hij lijkt er wel op. Het is niet waar. Nee joh. Dat is een vrachtschip. En wat voor schip? Een vrachtschip. Met wat? Ja, ik denk wel even een auto of iets anders erop. Maar. Ja. Mag ik jou wat vragen? Nee? Nee? Oké. Okay. Vind je het spannend dat Sinterklaas zo meteen in Deventer aankomt? Ja. Waarom dan? Nou, ik weet het niet echt goed. Heb je al wat gekregen van Sinterklaas dan? Ja. Wat dan? Iets van Lego. Nou. Ben je ook bij het Python-ontbijt geweest in de bibliotheek? Nee, dat nog niet. Nou, dankjewel. Vind je het spannend dat Sinterklaas zo meteen aankomt? Nee. Nee, vind je het niet spannend? Waarom vind je het niet spannend dan? Weet ik niet. Heb je al wel wat gekregen van Sinterklaas dan? Ja. Wat heb je gekregen? Een autootje. Ja, en nog de muziek. Lekker plaatje. Hup, hup, hup. En daar is kijk maar. Vindt iedereen wel van welke kant ze komen? Van de kant van de grote brug. Okay. Dat is de grote brug. Nee, dat is toch ook niet. Vind je het spannend dat Sinterklaas zo meteen aankomt? Ja? Heb je ook al wat gekregen van Sinterklaas? Heel veel. Ja, wat allemaal dan? Snoep van Sinterklaas. Oh, lekker. Nou, dankjewel. Vind je het spannend dat Sinterklaas zo meteen aankomt? Ja. Waarom dan? Gewoon omdat ik het nog nooit heb gezien. Ik heb het alleen maar als klein kind gezien en ik vind het gewoon spannend. Heb je al wat gekregen van Sinterklaas? Ja. Wat dan? 3D stickerboek. Nee, kaartjes maken. Oké. Nou, mooi. En vind jij het ook spannend dat Sinterklaas er zo meteen komt? Ja. Waarom dan? Ik heb nog nooit zo aan de kade gestaan om hem op te halen. En heb je al wat gekregen van Sinterklaas? Ja. Wat dan? Chocolademunten. Wat zie je er mooi uit? Dank je. Vind je het spannend dat Sinterklaas zo meteen aankomt in Deventer? Ja. Heb je al wat gekregen van Sinterklaas? Ja. Wat heb je gekregen? Een zeemermin. Oh, mooi. Chocoladeletter. Lekker. Ik heb gemeld dat hij zou komen, dus daar komt hij al. Fijn. Het gaat echt niet lang meer duren hoor. Er komt ook allemaal rook uit het water. Zie je dat? En te zingen. De Pietenband is er ook. Nu kan het feest beginnen.
voor jullie voornaams hoor. Sinterklaas, heeft u een goede reis gehad? Uitstekende reis. Mooi weer meegenomen. Het kan niet beter. Bent u ook weer blij om in Deventer te zijn? Ja, Deventer, dat is de Sinterklaasstad. Dus ik ben heel blij dat ik hier weer ben. Ja. U wil veel verrassingen en cadeautjes voor de kinderen hier? Ja, maar dat blijven verrassingen. Die ga ik niet verklappen. Ook vroegen wij de hoofdpiet hoe het was in het huis van Zwarte Piet. Hoofdpiet, heeft u een leuke 2 weken gehad in het Zwarte Piethuis? Ja, het Zwarte Piethuis was geweldig. Kinderen waren weer enthousiast. Er was weer goed voor ons gezorgd. Waardoor wij dus goed onze pakjes konden verdelen hier. Ja. En hoe was het pietontbijt vanochtend? Ja, geweldig. Ruim 120 kinderen. Er was lekker eten. De kinderen hebben goed gegeten. En dat zien we al. Die staan hier vol energie op de Sint te wachten. En dat is erg goed. Het was heel gezellig. En alle voorbereidingen voor pakjesavond zijn die al getroffen? Wij zijn zo goed als klaar. Het is altijd weer op het laatste moment. Maar het komt helemaal goed voor 5 december. Het komt altijd goed. Nadat Sinterklaas op Amerigo aankwam bij het stadhuis, na een lange tocht door de stad, ging hij met de kinderen feesten in de Lebuwinuskerk. Omdat u om 12 uur moet u weer weg. Sinterklaas die heeft een hele mooie boom, vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot.